Ik ga zo meteen de naaimachine wederom op tafel zetten. En ik ga in ieder geval met de jas van Roderick beginnen. Ja, want die heeft hem binnenkort nodig. Ik ben nou met een broek van Karen bezig. Gebloemde broek. Korte meter, korte lengte geloof ik. Kuitlengte weet ik veel. Een hele goede morgen, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en het Wezenboel. Ja, want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag dinsdag en mijn begeleider die komt straks. Ik moet ook opschieten, want die komt om 12 uur. En ik ben nog met de meisjes uit. Maar ja, ik hang het kaartje er even op, want ik ben met de dames aan het lopen. Ja. Claudia die zal vanmiddag komen, Luc die zal vanmiddag komen, dus ja, een druk bezette dag. Maar ja, het is ook geen juttetjesmarkt meer, dus daar hoef ik niet meer naartoe. Dat is afgelopen, het seizoen is over, dus klaar ermee. Dus ja, dat brengt mij de dag allemaal en ik weet niet wat het bij jullie allemaal is, maar het is hier trouwens wel mooi weer, maar ook bewolkt en de lucht is daar in ieder geval scherp, je kunt er niet tegenin kijken. En daar is het blauw. Daar is bewolkt, daar is blauw. Ja. Dus ja, we gaan er gewoon weer tegenaan en we gaan ervan genieten en we zien wel waar het schip stranden gaat, toch? Ja, ik heb mijn haar de andere kant op, want die kant wou niet. Nou, dan met de andere kant op. Ja, toch? Zo steekt het ook goed. Ja. Dat ik ga dus lekker met de meisjes uit. Het is vandaag, wat ik al zei, dinsdag. Het is de 13e van de 9e, 2022. En we leven om 11 uur 22. Dus ja, ik leg mijn sleutels al klaar, even mijn telefoon klaarmaken met mijn wandel-app erop. En dan zeg ik van we zien elkaar later vandaag wel weer. Zo zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes bij jullie en jullie bij mij. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Claudia die is druk boven bezig. Mijn begeleider is al lang al weg. Hij had nog iemand bij hem. Hartstikke leuk, lief en aardig. Die heeft trouwens weer een plantje meegekregen van me. Die wou hem wel hebben. Ook hartstikke fijn. Luc, mijn maatje is geweest. Die heeft die twee kuilen die de dames hadden gemaakt weer dichtgemaakt. En hij heeft gelijk ook nog stukjes tegel erin gedaan. Dat kreeg ik nu voor elkaar en of hij dat nou vergeten was, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is nou dicht, kunnen ze niet meer bijkomen. Dus ja, allemaal goed en aardig. Ik ga zo meteen de naaimachine wederom op tafel zetten. En ik ga in ieder geval met de jas van Roderick beginnen. Ja, want die heeft hem binnenkort nodig, dus dat komt ook allemaal goed. Ja, voor mijn lieftallige schoonzoon. Ook heb ik bezig geweest een vlog in elkaar te zetten. Die is nou aan het renderen. En dan is het straks nog eventjes editen. Of ja, editen. Ik weet het niet hoor, welke volgorde. Ik heb hem al in elkaar gezet. Dan moet je hem renderen. En dan moet hij hem nog opslaan op de computer. En dan kan ik hem naar YouTube brengen. Ja, dus we wachten het gewoon af. Hij zit nou op de helft van het blauwe balkje met renderen. Dus ja, komt allemaal goed. Ik ga dus zometeen met die jas van mijn lieftallige schoonzoon. Er moet ook van die dingetjes weer op. Ja, dus daar ga ik eerst even mee stoeien voordat ik in ieder geval überhaupt de naaimachine op tafel zet. Ja, eerst even met die jas op schoot stoeien. Met spelden, mijn spelden pakken. En ik ben ook met koffie bezig. Dus ja, ook dat heeft een mens verdiend. Onder andere ik. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze van alles met wat jullie doen. Maar kijk en geniet ook weer met ons mee. Ja, want ik laat dat jullie straks wel weer zien hoe ver ik vorder met het naaiwerk. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot straks.
Ja, lieve vrienden, ik ben weer met de naaimachine bezig. Die staat hier weer op tafel. Ja. De jas van Roderick heeft het zover kunnen maken. Die dingetjes die op zijn schouders moesten, kon ik er niet opzetten. Want ik wil dan wel het goed kunnen doen. Maar zonder knopen begin je niks, want je moet ook knopen aanzetten, want er zitten knoopschaartjes in. Ja, maar was er niet bij. Dus ja, laat maar. Kijk, ik had dat dingetje hier weer opgezet, met die twee gaatjes. Ik ben nou die hek opgerapt, dat is nog klaar. Ik ben nou met een broek van de Karen bezig. Die gebloemde broek. Die korte, tenminste korte knielengte geloof ik, kuitlengte weet ik veel. Daar, ik moet niezen. Koekjes, hè. Sjoe. Ik moet in de boord, in de bovenkant, moet ik nog weer een zoompje zetten. Want hier zit heel elastiek in, maar die broek is er te wijd. Dus, mam, ja. Kan u daar nieuwe elastiek in zitten? Nou, in dat smokwerk niet. Vind je het ook erg dat ik er een zoompje erin zet weer? En dan elastiek erin doen. Nou, dat elastiek heeft ze gepast, dat passen. Dus toppie. En nou ben ik er dus mee bezig om hem om te spelden met speldjes. Ja, moet ook gebeuren. En dan weer onder de naaimachine door. Maar er zitten ook naalden bij in. En spelden met van die dikke koppen, zoals die gekleurde kopjes. Ja, die moet ik niet hebben. Daar kan de naaimachine niet overheen. Dus ja, daar ben ik nou mee bezig. Om dat even te spelden. Dan moet ik wel een openingetje erin houden natuurlijk. Zodat. En dat doen we meestal bij de achterkant. Daar hou ik het even een stukje open. Dan moet die speld daar er weer even uit. Dan haal ik hem daar open. En dan kan ik daar de elastiek in rijgen. En als die erin geregen is, dan kan ik het weer dichtmaken. Ja. Maar eerst de rest even. En als ik dat gedaan heb, nou dan is het 6 uur. Zowat. Dus ja. Ik ben lekker bezig en ik hoor net tot mijn verbazing dat Karin weer in Den Helder is. Ze had het al wel gezegd, ze had me ook de locatie doorgegeven, maar het was helemaal door me heen geschoten omdat ik met van alles en nog wat bezig was. En ook met de vlog. Nou ja, ook die deed gek. Er waren ook probleempjes gekomen bij de vlog en dat op het laatste nippertje, net het laatste procentje. Dus ja, kom dat weer opnieuw doen even. Gelukkig niet opnieuw maken, want ik had het opgeslagen. Ja, en dan ging het op 2% na. Moest nog 2% moest hij doen. En toen ging het weer mis. Ik denk, nou, vet, ik ben blij dat ik het opgeslagen heb. Dus maar weer opnieuw. Nou, en hij staat nou al op YouTube. Dus helemaal goed, helemaal geweldig. Zo, oh, ik had hem tussen mijn benen, dat moet maar niet. Ja. Speldjes. En ik had me er net al geprikt met de jas van Roderick. Oei, gelijk bloeden natuurlijk. Ik had gelijk een roosje, zeg ik dan altijd. Ja, kan je niks doen, het is al helemaal zo. Dus... Maar we komen er al een heel eind. Moeten we straks enkel tot onder de naaimachine strak trekken. En dan hoop ik dat de naald er wel weer doorheen wilt. Want dat is natuurlijk allemaal dik stof. Dat is een naald. Ik heb geen naalden nodig. Kom op. Zo. Nou, en ik hoef geen garen in te spannen, want zwart staat erop en die broek in ook met zwart. Dus toppie. Helemaal geweldig. Ja, toch? Ho. En zo. Komt allemaal goed.
Ja, zeker. De hypotheker. Maak ik nog reclame ook. Ik kan er niks aan doen. En ik word er niet voor gesponsord. Dus. Nee, was het maar eens een keertje waar, hè? Zo. Nou. En dan ga ik hem daar weer neerzetten. Nou, dan ga ik nou de broek even naaien. En dan hopen dat mijn naaimachine er doorheen wil. Want ja, het is al een oud dingetje. Hij is al over de 40 jaar, moet je weten. Dus ja. En hij doet dat dan nog steeds, hè. Maar ja, hij wil niet overal meer de wars doorheen. Dat is het probleem. Nou, ja, maakt niet uit. Als die broek klaar is, kom ik weer eventjes bij jullie terug. En ik zou zeggen, ja, tot dan. Zo, lieve vriend, ik zit weer bij mijn bureau. Ja, ook Karin haar broek hek af. Er zit nou, nou ja, jullie zien het wel, het verschil. Hij was vele malen wijder. En ja, ik heb hem nou tenminste in kunnen nemen. Hier zijn de lintjes nog om te strikken, wat, als ze dat wil. Dus ja, ook die is klaar. Enkel ik werd opgehouden. Daar ik onverwacht visite kreeg. Ja, van een vriendin met haar kleinzoontje. Van nog geen 3 jaar, geloof ik. 2,5 is die, geloof ik. Ja. Dus ja, en dan zit je stil en dan kan je niet verder. En het is nu al met alweer 7:03. Die klok die is echt achter. Een heleboel. Mijn horloge heeft het 7:07 en de computer heeft het 7:03. Dus ja, ik ga even wat water drinken. Dan ga ik mijn meisjes uitlaten. En dan gaan we er weer vol tegenaan tegen de avond. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Ik moet nog eten. Ik heb nou in ieder geval die jas tot zover klaar. Dat hij kent hem aan. Ik heb die broek voor Karin gemaakt. Die kees aan wanneer het weer knap weer wordt. Nou, je hebt in september nog warme dagen. Hopelijk. En ik ga ook voor mezelf verder. Ja, de koudere dagen komen er weer aan. Dus ik laat de naaimachine weer even staan. Ik moet nog een nieuwe rok eventjes vermaken. Omdat er een winkel, haak er één zit. Mijn L-vorm. Ja, ik zeg altijd een linkelhaak, maar het is geloof ik een winkelhaak. Ik weet het allemaal niet. Boeien, lekker belangrijk. Maak dat gewoon een stukje korter en dan fijne zigzagsteek, voilà. Ja toch, dus het komt allemaal goed. En ik ga even zien. Oh ja, dan heb ik nog 3 handdoeken waar ik namen in moet borduren. Het zijn blauwe handdoeken, dus wil ik een kleurtje nemen die er een beetje op afsteekt. En dan moet ik eerst op een doek gaan leren hoe ik dat moet hebben. Ja, met de naaimachine borduren. Ken je dat? Ik nog niet. Maar wie weet, binnenkort wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, zeg ik nogmaals, geniet ze, smakelijk eten, bon appétit en tot later.